deze keer ga ik voor een livestream. En zoals je ziet heb ik Omega. Maar dat is niet het enige. Ik weet niet meer of ik het nog heb bij replays. Maar ik heb zelf live de... Nee, het staat volgens mij niet meer tussen. Misschien is het deze, ik weet niet. Maar ik heb de Rocket gezien, zeg maar. Die heb ik zelf al zien. Ik heb mijn eigen livestream op staan en mijn geluid staat nog aan. Even kijken. Wat? Wat is dit? Nee. Dat is niet mijn... Nee, hij is... Hij is denk ik van te laat. Maar ik had dus zeg maar... zo gedaan dat ik... ik had hem gezien toen ik teruggekeken, maar hij heeft het niet opgeslagen. Want altijd als ik probeer een replay mode op te slaan, op een of andere manier doet hij het dan niet. Even kijken, ik heb nog niet eens gekeken wat er in de item shop is. De Tiny. Oké. De Pure Salt. Hey. Hoi, ik ben Karel. Hallo, Karel. Ik ga lekker solo spelen. Ik heb hier de wave op staan. Dat komt omdat ik... ik heb dus iets. Ja, ik weet niet hoe het heet. Dat je heel snel achter elkaar kan farmen. Dat kan eigenlijk alleen als je op muis en toetsenbord speelt. Dus dat zal ik even laten zien. Maar dan moet ik wel even in een potje komen. Dan hoop ik nu dat ik even in een potje ga komen. Zit ik. Kijk ze. Oh. Wacht. Zag je dat? Als je heel goed kijkt, hè? Zie je dat? Dat gaat sneller. Oh. Je kan niet eten. Als je goed kijkt, dan zie je dat het iets sneller gaat. Maar dat heb ik dus. En nu ga ik gewoon lekker voor, een beetje voor de win en voor de kills, zeg maar. Dus ha. Kijk, ik ga Pleasant. Want er gaan wel een paar mensen mee, zo'n 4 of zo. En dan kan ik ook nog een beetje voor de win gaan. Dus. Want je hoeft niet per se early game kills te krijgen. Kan ook late game. Of mid-game. Maar ik vind een goede start vind ik ook wel belangrijk. Als je echt voor een high kill game wil gaan, heb je ook een goede start nodig. Maar ik ga niet per se voor een high skill game ooit. Nou, het zou leuk zijn als ik dat gewoon nu krijg, maar niet dat het me gaat lukken. Dan zou ik wel tilted moeten landen. Oh ja, wacht, dan moet ik ook nog even aanpassen. Oh, ik vind dat dus nog niet zo fijn. Even kijken. Daar vind ik toch 3 wat fijner. Kijk nu, als het goed is, ja. Deze pickaxe zelf ook heel chill. Oké, hier is iemand geweest. Oh nee, dat is niet geloot, laat maar. Ik dacht even dat geloot was. Oh nice, een bot. Nog een pump, ook nice.
Dual pump is altijd nice. Soms ga ik voor tag pump en soms ook weer. Soms ook weer niet. Kijk, als ik nu een blauwe tag krijg, dan ga ik wel voor tag pump. Maar jij mag of kan je dat niet de hele tijd doen? Oh. Maar jij mag of kan je niet de hele tijd dit doen? Kijk, ik doe het zeg maar nu, maar dan lukt het niet. Dat is... Maar ik kan het wel wat vaker doen. Volgens mij is hier wel iemand geland, hoop ik. Ik zit in ieder geval in de cirkel. Niks, oké. Okay. Wacht, ik wil weten wat er nu op de tv staat. Niks, oké. Okay. Nog niet. Shot. Schoten. Nice. Wat ik daar aan het doen was, ik wilde een, zeg maar 360 no-scope met mijn hunting. Alleen dat ging helemaal mis. En toen was ik een beetje aan het panieken. En toen ging het echt pas helemaal mis. Zo. Oké, dat is allemaal daar goed. Oké, dat is een grijze vending. Daar staat geen vending bij. Oh, een shield. Ja, ik... Oh, wacht. Waarom heb ik eigenlijk die mini had ik die niet gedronken? Maar goed, dat weet ik niet. Het is maar goed eigenlijk dat ik hem niet heb gedronken. Want nu kan ik... Nu heb ik hem alsnog over. Ik heb echt best wel veel materials nu. Dat is nice. Een minigun. Die dat ik nog gaan nemen, maar gewoon een groot wapen eruit. De laatste tijd vind ik echt bijna geen paarse meer ofzo.
Dus zij heeft zo'n paar minicuns uit het spel gehaald. Weet je, als je eigenlijk moet ik niet meer ingedrukt houden als ik hak, want kijk hè, ik hak nu, maar hij slaat één keer verder. Zoals dus hij die tactiek wil doen, met dat heel snel voor elkaar houden, doet hij het dus soms niet. En dit, oh, nice. Oh, wauw. Wat is dit? Ik moet even wennen aan nieuwe settings. Ik moet er echt aan wennen aan de nieuwe settings. Gewoon met bouwen. Maar eigenlijk komt het allemaal doordat we heel snel elkaar hakken. Daardoor had ik mijn settings weer uit elkaar gehaald. Omdat ik eerst op andere knoppen had. Dan moet ik weer werken. Dan moet ik weer wennen aan mijn normale settings. Ja, ik neem maar. Nou, het gaat op zich wel goed. Kijk, weet je wat ik eigenlijk wil oefenen? Wacht. Moet even beter. Oh, ik kan schoten. Bandage, please do it. Nope. Waar? Wauw, nice. Hij schiet ook gewoon die gast. Te laat. Ik had gewoon moeten snipen. Nice. Ach, ik moet echt wennen even. Aan nieuw bouwen. Nou, het is niet nieuw, maar ik had eerst anders. Even kijken, geen trap. Er zijn van die mensen in de plaats hier dan echt zo'n trap. De tweede cirkel zit al nice. Oh nee, wacht, de cirkel komt er nu al aan. Wauw. Ik ken niets dat ik daarvan nodig heb. Ja, ik neem geen grenade launcher. Ik vind sniper fijner, zoals je zag. Ik kan volgens. Oh my god. Oh my god. Quickscope zijn hoor. De quickscope zijn aanwezig hoor. Zeker. Wacht, ik weet wat. Even kijken.
Zo. Dan heb ik tenminste, dan neem ik alsnog mijn minis mee, maar dan heb ik gewoon meer health. Dat is chiller. Dus ja. Wacht, ik wil kijken. Ik heb nu nog maar één kijken. Oké. Okay. Waarom kan ik niks meer doen? Ik kan niet meer springen. Wat is dit? Oh, hè? Dat heb ik echt altijd als ik op de PS-knop druk van de PlayStation controller. Om te kijken dus hoeveel mensen aan het kijken zijn. En dan. En dan wil ik zeg maar daarna weer spelen. Dan doet hij het niet. Even kijken. Oh, ik had hem niet af moeten hakken. Dat is dom, nu weet iedereen waar ik ben. Oh nee, maar dit is echt stom. Die cirkel zit precies op de rand van die berg. Ik moet sowieso aan de onderkant van die berg gaan. Dan moet ik die berg op. En als er iemand daar een baas heeft, dan zit ik sowieso op low ground. Dat is sowieso niet. Oh. Wat is dit? Oh, rocket launcher shit. Nee, of course moet er wel mensen zijn. Sowieso is die gast achter me. Dat is die gast die daar schiet. Ach, ik moet hier gelijk een baas bouwen als ik in de cirkel zit. Nou, niet letterlijk gelijk. Zo. Die gast die gaat dood sowieso. Hoe kan dat mis zijn? Hij gaat er ook gewoon weer voor. Niet uitzult. Maar ik moet wel een beweging gaan maken. Want in de gast die zit hier. Ga ik sowieso een fight mee komen. Wacht, die gast kan ik in zijn rug pakken. Oh my god, nu weet hij waar ik ben. Oh my god, ik dacht dat hij niet op mij aan het focussen was. I know it. What is he doing?
Oh my god. Oh nee, wacht. Ik weet voor die heikant hier gaan. Wacht. Dan pak ik heel mijn basis van mijn taal. Wacht, ik wacht heel even op de volgende cirkel. Dus ik ga even deze snipen. Zo draaien, ik doe even zo. Oh my god. Ah, domme man. Nee, wat doe ik? Oké. Oh, ik ga die gaan naar boven. Wacht. Oh, het snipe? Oké. Okay. Moet ik naar beneden zonder vader en match. Oké, nou vader en match. Het is me gelukt. Oh my god. Wat? Oh, die gast die opdekt, denk ik high ground. Wat? Oh, don't know. Don't know, Skinner, ben ik gesniped. Die gast. Ik wil even kijken wie dit wint. Die gast, die kan zo makkelijk in die andere sniper. Oh, die, dat was, hij is niet eens zo heel goed. Hij had gewoon lucky snipers op mij. Nou, niet lucky, maar zo'n stil, maar. Oh, joh. Hij gaat dood. Wat? Oh my god. Even kijken, één iemand zit te kijken. Oh my god. Oh, nog wel. Maar weet je wat mensen? Even kijken. Weet je, mensen doen dan hier zo. Die doen hier eigenlijk in plaats van dat ze heel snel achter elkaar kunnen doen. Rechter muis knop. Maar ik weet niet of dat ik dan moet doen. Ik weet niet. Ik weet niet of dat ik dan niet meer kan richten. Als ik dat doe. Ik weet niet of ik dan niet meer dit kan doen. Ik ga het nu even heel snel uitproberen. Want anders ben ik echt verdoemd. Dus even kijken, waar heb ik... Even kijken. Ha, ik doe deze. Ik kan nog steeds richten. Ja. Ja.
Oh, het werkt ook gewoon. Ik kan nog steeds richten. Wauw. Ik had dat niet verwacht, eerlijk gezegd. Nice. Dat is heel erg nice. En nu ga ik ook gewoon voor die IQ game. Nice. Maar nou, ik ga ook voor de winnen. Dus ik ga niet letterlijk voor echt zo'n IQ game als 20 kills of zo. Nee, ik wil nog wel een win krijgen. Maar nice. Ik had dat niet verwacht. Maar nu is het, eigenlijk is het al dat struggelen dan helemaal voor niets geweest. Maar dit wordt echt zo nice. Dat is zo nice. En ik kan nog steeds richten. Dat is echt nice. Wie had dat ooit gedacht? Ja, mensen pushen, weet je. Wat? Wat? Ah, dat moment is dat ik wil het pieken. Hij schoot me letterlijk net een moment dat ik wil het pieken. Nou, toen ik gewoon op piek. Ik ga gewoon één keer voor solo squad, you know. Gewoon één keer. Wacht, kan ik niet de wave ergens anders neerzetten? Want ik vind het eigenlijk wel irritant dat hij op mijn slot 1 zit. Volgens mij kan dat. Eigenlijk moet ik dat even doen, maar goed. Boeien, nu nog niet. Maar ik hoop echt dat Rockout in. Ik hoop echt dat Rockout in de shop komt. Want dat is mijn lievelingsdans. Samen met Groovy Jam. Dan zul je maar niet in de shop doen. Oké, solo squad, salty springs. I can feel it. Hierna ga ik gewoon weer voor een win potje. Ik werd mooi derde, maar ik had beter gekund. Alleen, ik moet even wennen met de bouw, want ik druk de hele tijd Z in plaats van X. Dat komt omdat ik voorheen altijd dat ik heel snel achter elkaar moest met dat te doen. Op Z had gezet. Maar daardoor ben ik nu gewend geraakt aan Z en niet aan X. Dus iedere keer als ik dus nu zo'n plat dingetje wil bouwen, druk ik Z per ongeluk. Dus daar moet ik echt even aan wennen. En oké, ik ga denk ik voor dit hier. Nee. Het is gewoon een geluk hebben dat ik eerste kunnen. Wat is dit? Wat?
Mine. Zonder shotgun. Maar gewoon wel. Ik kan nog één keer proberen. Hey, het was trouwens een player. Dat kan een streamer zijn. Ja, anders doe ik even solo duo. Dan ga je misschien iets beter. Wacht even. Cancel. Ik wil wat beters even. Hierop. Nee. Ik doe op slot 6. Doe ik mijn wave. Wave 7 exit. Dan doe ik hier die. Dan doe ik hier warm. Dan doe ik hier deze. Dus dit is even niet dit. En hier doe dan de. Je moet hier. Oh hier, Zanny. Dan heb ik zeg maar deze. 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 Deze en op deze. Dan moet ik dus naar. Hoe ga ik hier not bounce van maken? Als ik even 6 of dit. Oké, dan is het not bounce. Hopelijk kan ik nu wel richten en hopelijk is niet nu alles not bounce. Even kijken. Target right mouse button. Oké, dat is dus goed. Oké, dan zou die nu moeten werken. En dan ga ik nog een solo potje met die outlive openen. Dus solo. Oh ja, nee, ik heb vandaag vrij. En daarom op maandag, want ik ben niet pardon, aan het spijbelen of iets. Nee, want misschien denken mensen zo van, hij moet op school zitten, hij is aan het spijbelen. Nee, dat ben ik niet aan het doen. Ik ben vrij. Dat is zo chill, you know. Oké, solo duo, tilted dan wel. Of zou ik naar Salty gaan? Salty of tilted? Het ligt eraan hoeveel mensen naar tilted gaan, eerlijk gezegd. Want ik heb zo'n vermoeden dat niet zo heel veel mensen naar tilted gaan. Als ik naar tilted zou gaan, zou ik er nu ongeveer uitspringen. Nee, er gaan genoeg mensen naar tilted. Oké. Even herkansing. Oh, maar dat is zo chill dat we heel snel hakken. Maar blijkbaar doet het met de rechtermuisknop, doet hij het gewoon nog met richten. Dat had ik niet verwacht. Nu moet ik weer even wennen aan mijn plat ding. Ik ben nu even aan het oefenen met X aan het drukken. Want ik wil niet weer de fout in gaan. Oh my god. No ammo, I'm dead, ja. Oké, even nog een potje. Ik bedoel, ik zei no ammo, maar ik had gewoon geen materials, dat bedoel ik. Nog één potje dan, maar. Even kijken, ja, er is nog steeds iemand aan het kijken. Dat ben ik zelf, namelijk. Ik wil iets kopen, maar ik weet niet wat. Ik doe het niet, denk ik, maar alsnog. Op 9 dagen is een nieuwe welke.
En maar deze combinatie met dit, dit, dit en dit, dat is gewoon een perfecte combinatie. Gewoon uit alle battle passen wat. En van de battle round heb ik dan ook nog wat. En, maar ik ga denk ik ook een beetje afwisselen met de battle round. Dus niet dat ik de hele tijd een mega skin aan heb. Maar dit is zeg maar een skin die ik denk ik. Dit is zeg maar zoals Dakota zeg maar de een heeft met die in de snorkel ops. Altijd heeft. Dan doe ik zeg maar deze met deze. Alleen ik wissel nog af met de battle round. Ik ga gewoon salty, you know. Salty voor de win. Nee, ik moet even wennen aan een nieuwe controle. Nou, niet nieuwe. Dat is echt zo stom. Nu ben ik iets slechter geworden, zeg maar. Ik had het gewoon niet moeten doen. Iets op Z zetten. Want de Z kan ik niet bij. Niet heel goed bij. Maar ik kan er nu wel een beetje wat bij. Maar ik druk meestal half op Z. Dus de ene keer wel, de andere keer niet. En daardoor is het nu ook, ik ga niet opeens mijn platte ding nu op Z neerzetten. Want X kan ik nog steeds makkelijker bij. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hij trapt er ook gewoon in. Hij trapt er ook gewoon in. Aha. Badoentsch. Ik laat die mensen gewoon fight. Ik heb niet een sokken. Oké, ik heb niet. Dat ik op het moment dat ik dat zeg, krijg ik een sokken. Slim, 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 slim. Pak op alsjeblieft, oké. Okay. Doe ik zo, doe ik zo, doe ik zo. Dat schot, jongen. Oh my god. Wat? Nou. Nog één potje dan voor de kills. En dan ga ik wel gewoon solo spelen. Nou ga ik gewoon even voor de win. Weet je. Oh, dat had ik echt veel beter kunnen doen. Kunnen uitspelen. En die gast is helemaal echt vol gehit. Daar zo. Maar... Oh, dat is zo jammer. Maar ik weet niet hoe je, zeg maar, super snel loopt. Dat je naar, heel snel naar de zijkant gaat. Maar dat je zo snel bent dat ze niet kunnen pikken. Maar dit, oh, dat heb ik gewoon live gezien. Het ziet er zo vet uit, jongen. Even kijken. Kijk, hij doet het niet. Ik druk de hele tijd op ze. Daar moet ik echt gewoon echt aan wennen.
Ik druk de hele tijd op Z. Desnoods druk ik gewoon Z van mijn toetsenbord af. Maar ik moet even gewoon niet meer wennen aan Z. Z heeft nergens meer mee te maken. Dat vind ik zo stom. Nu ben ik zeg maar slechter geworden met de platte ding. Met bouwen, langzamer, slechter, niet goed. Want eerst kon ik echt bijna dat dubbelrem. Nou, dan kon ik het zeg maar twee keer achter elkaar en de derde keer dan niet. Dubbelrem, dubbel trap, dubbel platte dingetjes. Nee, lukt dat me niet. Dat vind ik jammer. Maar daarom moet ik even wat beter oefenen. Meer. Even oefenen. Oh, het ligt er niet in zijn wapen. Oh my god. Oh my god. Oh my god. So that's shot. Nee. Wat ben ik ook echt dom? Wat ben ik echt dom? Ik was helemaal vergeten dat die tred daar lag. Omdat ik zo hem wilde killen. Oh, dat is echt gewoon dom. Ik heb nog een potje. Ik ga even voor die win. En ik ga een beetje oefenen met bouwen, want dat moet echt even beter. Weet je, ik moet echt even beter spelen. Dat is een noob. Dat had ik echt. Oh, ik ben dood gegaan door een noob die een stomme trap ergens heeft geplaatst. Oké, ik speel solo, hè? Ja. Tilted of Pleasant, dat is nu de hamvraag. Tilted of Pleasant, waar zullen er meer mensen uitspringen? Tilted, I think. Ik ga in ieder geval naar Tilted. You know? Ik zag niet zo heel veel mensen naar Pleasant gaan. Nou, er springen wel heel veel mensen uit, maar je hebt hier dit en dit om gelijk op het begin. Nee, deze niet trouwens. Snobby, Pleasant, Haunted, Voetbalveld en Junk. Die heb je als je begint. Daar ga je tenminste voor op het begin uitspringen. Dus de grootste gedeelte gaat natuurlijk naar Pleasant, maar ik bedoel, niet iedereen gaat naar Pleasant. Oh, waarom ben ik niet? Gedwongen hier naartoe aan te gaan. My trash aim.
bijna niks meer voor beginnen. Moeten wel killen. Die gaat zo slow, I know it. But I'm low too. Ah, ik had geen ammo meer. Ik moest mijn bot. Maar ik had me. Die gast was zo low. Als ik die bandage niet had genomen, had ik sowieso gewonnen. Hé, ik zou trouwens voor win gaan. En niet voor kills. Oké, ik ga gewoon weer voor win. En nu wel. Deze ziet er zo lelijk uit. En dan ook nog eens voor 1200. Deze vind ik er ook echt lelijk uitzien. Ik snap niet waarom je deze zou willen kopen. Koop ik hem nu, weet je wel. Nee. Maar deze glider. Check dan hoe groot die is. Dat is toch niet menselijk. Ik ga even kijken hoeveel mensen mijn livestream bekijken. 1. Oftewel ik zelf. 0. Kan je beter zeggen. Maar ik ga even voor een win in mijn livestream. En dan hoop ik dat ik de laatste kan trickshot ofzo. Gewoon trickshot livestream, weet je. Dan moet ik er wel voor goed doen. Even kijken. Oké. Oh, maar dit is zo goed voor de kills. Zit de bus nu. Ik ga gewoon voor. Oké. Ja, sorry, maar ik wil solo wel. Maar ik... Kijk, als de bus gewoon zo gaat... is het perfect voor kills. Want Duppie is zeg maar niet echt een hele grote stad... dat heel veel bezoekers brengt. Naar Greasy. Maar Greasy brengt echt... Greasy is minder populair dan Pleasant. En die heb je ook veel meer andere steden in de buurt. Op het begin. En... Daarom is dit gewoon perfecte bus voor Tilted. En Shifty, daar gaan nooit heel veel mensen naartoe. Tenminste gaan daar nu 4-5 naartoe, maar... Niet veel meer. Je gaat echt iets van 30 naartoe of zo. 30-40. Kan ik je verzekeren. Nee, dan maar. Oh, Scar! Nice! Waarom ga ik ook gewoon door die ramp heen? Waarom? Epic Games. Epic Games. Even serieus. Epic Games. Why did you do that? Oh ja. Like even deze livestream, ook al is het niet echt een goede livestream. Behalve het beginpotje, dat ging nog op zijn minst een beetje goed. Maar, ik bedoel zeg maar, ik wil, hoe heet dat? Ik wil zeg maar, ik wil een highlight van... Ook je talent. En de zeg maar van MyCube. Allemaal alle highlights zeg maar bij elkaar stoppen in een video. Laat daar een like voor of zo. En abonneer. Sowieso moet je abonneren. Want mijn video's die zijn veel beter dan mijn livestream, zou ik je zeggen. Daarin gebeuren altijd coole dingen. Er is bijna geen video zoals zonder iets cools. En dit is een livestream. En uiteindelijk wordt dit natuurlijk een video, maar. Ja. Alleen, ik snap nog steeds niet hoe die gast me kon snipen. Want... Oh, mal heeft zijn portje. Oh nee, ik zie het al. Ik zit nu terug te kijken. Ja, ik zie het al. Maar ik wilde net op dat moment piek ook gewoon.
Ik land altijd hier zo. Ik heb niet eens gekeken tot mensen meegaan. He's one hit. Wat is dat? Mijn aim. Wat is dat? Even serieus. Oh my god. Oké, hashtag noob aim. Die gastje was letterlijk one hit. 3 keer gehit. Ik wil terugkijken. Kijk, dan zie ik hem. Oké, dan denk ik. Ik ga snel hakken. Dan open ik. Krijg ik een AR. Pak de AR. 1 hit. 2 hit. 3 hit. Ik zie dat hij schiet. Ik hoop dat hij daarom. Wacht. Zie ik het nou goed? Aim ik nou gewoon. Ja, ik kan niet verslaan, maar dat is jammer. Maar ik ga nu werken voor die win. Dat is jammer eraan. Dat ik niet kan verslomen. Maar volgens mij, als je heel goed kijkt, dan richt ik volgens mij gewoon letterlijk net op hem. Maar dat weet ik niet zeker, dus ik ga nu even kijken. Kijken. Oké, hier zo. Dat is 1 hit. Hij had me gelijk een headshot trouwens. Anders kon hij niet te snel killen. Hier, 1 hit. 2 hit, 3 hit. Volgens mij was dat laatste gewoon letterlijk naast hem. Op hem bedoel ik, maar echt gewoon dat hij naast hem kwam. Nee, dit was letterlijk 1 millimeter naast hem. En omdat hij langzamer liep, had ik ingeschat dat hij. Maar ik dacht dat ik hem wel zou raken. Of wat geraakt. En ik dacht ook dat ik hem zou raken. Maar ik hoor dat iemand anders hier ook is. Voor me. En ik dacht dat ik ook iemand achter me hoorde. Maar dat weet ik niet zeker. Achter me niemand, volgens mij. Die gast die gaat. Ik weet niet waar die gast is, überhaupt. Oh, die is bij, daarbij het grote gebouw geland. Oh nee. En ik land natuurlijk bij een pistool. Ja, dat is wel het slimste wat je kan doen. Maar ik heb wel een tag nu. Dat is een beetje een hele erg upgrade. Weet je wat je mooi kan doen in dit gebouw? Niet dat ik dat ga doen, want dat vind ik een beetje campen. En dat doe ik gewoon niet. Dat is? Nou, je kan het eigenlijk. Nou, het kan wel, maar als iemand je komt pushen en die gast die zit, zeg maar, daar zo net, kan je achter dit ding. Heb je een right hand peek. En dan plaats je een trap hier. En dan doe je zo bam, bam. En ik heb wel eens gehad dat een duo me kwam pushen. En ik zat zo. Nou, ik zat duur te doen, maar we splitsten op. Dus ik plaats hier een trap en ik ging zo zitten. Toen hoor ik ze achter me. Ging ik zo. Heb je alsnog een right hand peek. Ging ze allebei in mijn trap, had ik ze allebei gekild. Maar dat is dus het chillen aan. Je kan. Je hebt hier heel goed de right hand peek. En ik heb ook een keer iemand gekillt toen die me kwam pushen met right hand peek. Daar zo. De zonneliter. En je moet wel een trap hebben. Dat is het enige.
low ground. Yes, nice. Ik heb hem al gekild. Oh, ik wilde voor de trickshot gaan. Alleen het lukte niet. Ja, één keer. No scope. Tweede keer wilde ik. Lukte niet. Toen kwam hij opeens door mijn muur heen. Door mijn muur heen, ja. Toen dacht ik echt van, wat gebeurt er? Ik ga sowieso dood, want ik kon niet meer goed springen door die container. En toen dacht ik gewoon, ik plaats die trap. Beter allebei dood dan één iemand maar dood. En dat vind ik dan. Die gasten moeten zo pis zijn, maar dan moet hij maar mij niet proberen te killen. Dan moet hij. Ja. En toen dacht ik dus, ik plaats een trap en toen ging die dood. En ik weet niet waarom we nu nog met de blockbusters in zitten. Oké, één high kill game of één win game? Eén win game zou ik zeggen. Oh, maar deze bus zit ook eigenlijk gewoon perfect. Ik ga kijken. How many people are going to? Tilted. Many. Ik kan er gewoon echt niet tegen. Ik kan gewoon niet tegen low kill games. You know? Ik kan altijd wel een high kill game krijgen. Oké. Dat is mijn dad, is mijn dad. Oh my god. How did I survive it? Ik moet hier de bos. Mijn bandage nou. Oké, ja. Oké, één keer solo squad high kill game, dat is het voor vandaag. Nu moet stoppen namelijk, bijna dan. Dus ja, yeah, let's go. Ik heb niet echt heel veel vertrouwen in, maar goed. Dat komt omdat ik win nooit op stream, omdat ik altijd voor stream voor high kill game wil. En ik kan hem gewoon, ja, dat wil ik altijd op stream. Kijk, ik heb sowieso een ander account gehad, maar... Oh, ik heb nu eigenlijk niet meer duo en squad. En ik speel bijna alleen maar duo en squad, dus... Ik heb veel meer duo wins en veel meer... En squad wins weet ik niet helemaal hoeveel ik heb. En duo wins eigenlijk ook niet heel erg, maar ik weet wel dat... Volgens mij heb ik ze allebei meer dan mijn solo. Nee, volgens mij squad... Nee, squad weet ik niet, maar sowieso duo... is veel meer dan solo. Maar nou, eigenlijk niet. Want ik heb hiervoor een ander account gehad. En bij dat account ook dan weer wel. Dus in totaal krijg ik meer solo wins. Maar op dit account staan. Maar op dit account staan minder solo wins, zeg maar. Dan dat ik normaal heb. Ik heb er iets van 28 of zo. Solo wins. 28 of 30, ik weet niet. Maar ik speel ook bijna geen solo. Dus op zich vind ik het zelf persoonlijk wel nice dat ik zoveel wins heb.
Oh my god, it's so many people. And I know where they are all going. To treehouse. But I can't. Materials and ammo is so low. Please zeg dat hier een ammo box zit. Ja, yeah. Zoek een ammo. Oh. Ik ga hier naartoe. Weet je? Oh my god! Ik dacht dat hij in het huis ging en niet op het huis. Nou, dit was de livestream. Hopelijk hebben jullie genoten. Dat was echt een niet echt goede livestream.